Goedemorgen deze morgen. Ik zie er lekker brak uit, maar het is ook een beetje omdat de zon hierachter heel fel schijnt. Ik heb een ontbijtje gemaakt en het is geen brood, bagel of cracker, maar het zijn peertjes. Ik heb lekker peertjes gesneden. Ik ben aan het wachten tot mijn thee afkoelt, totdat ik dat kan schenken. Want ik weet niet of iemand dat weet, maar groene thee moet je nooit heel heet maken. Want dan wordt het vetbitter. En bij deze is het extreem. Dus ja... Daar ben ik lekker op aan het wachten. Ik heb weer lekker een zeurende kat aan de deur. Echt, goedemorgen. Ik ga even wakker worden. Even mijn computer opstarten. Peertje eten. En dan zien jullie me later wel. Hallo daar. Het is al best wel middag. Het is namelijk al 4 uur. En ik ga nu eventjes wat lunchen. Ik heb nog een kopje groene thee gemaakt. En ik heb 3 crackers met smeerkaas. Niet heel spannend of zo, maar... Ik heb net eventjes de keuken ook opgeruimd. En er zit een wimper in mijn oog. Ik heb ook mijn wenkbrauw weer opnieuw gedaan, by the way. Ze zijn dit keer iets minder goed gelukt. Ik bedoel, ze zijn wel goed ontwikkeld en zo. Maar ik heb ze gewoon niet zo heel erg mooi getekend. Vind ik zelf. Ik ga in ieder geval eventjes eten. En dan zie ik jullie zo meteen wel weer. Zo, ik heb food gecreëerd. Dit is normaal niet wat ik normaal zou eten, maar dit is even alles what we got. En ik had er mais bij gemaakt. En het was een hele aparte mais. Het was namelijk mais met augurk en mosterdzaadjes, die Dijon. Maar het was echt ranzig. Ik had het al geproefd in de keuken, maar ik vond het echt niet lekker. Ik had het zelf uitgekozen hoor. Maar nee. Totally not my thing. Maar ik mis wel groenten. Want ik eet normaal dit niet zonder groenten. Ik ga nu ook Penny Dreadful verder kijken. Want ik heb nu nog 40 minuten om verder te kijken. Dus. Zo, het is al een heel stuk later. Het is nu 9:50. En ik heb net Penny Dreadful afgekeken. Ik denk ook niet meer dat het verder gaat. Want er stond the end. I don't know. I don't know. Ik vond het zo'n vette serie, maar het is echt heel jammer dat het is afgelopen. Ik hoop echt dat het nog wel verder gaat. Maar er stond aan het einde ook echt the end. En ik heb verder niet meer gegoogeld of er nog een seizoen aankomt. Dat moet ik zo echt eventjes doen. Maar ja, als dat betekent dat het is afgelopen, dan moet ik dus iets verder gaan kijken. En ik ga hier geen Orange is the New Black kijken, want mijn moeder die kijkt het ook. Maar dan niet dit seizoen nog. Het is zoals opnieuw begonnen. Dus dat betekent dat ik ruimte heb voor een nieuwe serie. En ik wil al heel erg lang Orphan Black kijken. Maar ja, er staan zoveel dingen op Netflix. Want bijvoorbeeld The Following heb ik ook gekeken. Daar heb ik 2 seizoenen van gezien. En de 3e seizoen is er ook. Dus I don't know. En Jessica Jones kijk ik ook. Hannibal kijk ik ook. Het is allemaal een beetje series waar ik op ben vastgelopen. Dat ik denk, nee, ik weet het niet. Misschien dat ik wel Orphan Black ga kijken. Ik bedoel, als ik het nooit probeer. Ik ga nog eventjes in mijn telefoon kijken, want daar heb ik een lijstje met series die ik wil kijken. Dus misschien staat daar nog iets bij wat ik heel graag wil kijken. En dan kan ik dat ook even opzoeken. Oh, en trouwens, ondertussen heb ik lekker een Mona puddingje. Volgens mij heet deze Dame Blanche. Ik raak altijd in de war met bananensplit en Dame Blanche. Omdat in mijn idee is het hetzelfde. Toch? Als je in een restaurant zit en je bestelt een Dame Blanche, is het toch ook met banaan? Of ben ik nou gek? Ik heb het al zo lang niet meer gehad. Maar goed, in ieder geval deze pudding is Dame Blanche. Ik ga even kijken in mijn telefoon welke serie ik nog verder kan kijken. En dan ga ik daarna beginnen. Verder heb ik echt helemaal niks bijzonders te melden. Het zijn een beetje rare dagen. Morgen wil ik wel echt even het huis uit. Oh, ga ik alleen even of zo. Ik moet gewoon eventjes fresh air. Maar voor nu ga ik nog even lekker niks doen. Orphan Black. Very glad I did that. Het is fucking spannend, jongen, nu al. En ik ben pas bij de 3e aflevering. Ik ga eventjes wat drinken halen. Ik denk dat ik even een kopje thee ga zetten of zo. Mijn telefoon is bijna leeg, dus ik kan niet heel erg lang praten. Maar het is echt super spannend. Het is echt een aanrader nu al. Ik denk dat ik het wel doorheen kom. Het heeft nu 4 seizoenen. Dus ik kan voorlopig nog wel even lekker kijken. Het scheelt. En mijn huid is echt super onrustig.
Daar ben ik niet blij mee. Maar goed, misschien doet morgen wat frisse lucht me weer wat goed. Ik heb verder echt helemaal niks te zeggen. Behalve dat ik dus heel erg blij ben dat ik deze serie ben gaan kijken. En dat ik een raar hoofd trek. It is time for another episode. I got some aioli. And I got some crackers. Mijn favoriete crackers. Mijn favoriete aioli. Want eerst lust ik helemaal geen aioli. Dacht ik echt, eww, wat is dit? En sommige hebben een heel raar smaakje. Maar I love it now. Echt waar. Dit is echt... Dus dit ga ik lekker opschmikkelen. En ik ga nog een episode van Orphan Black kijken. Oh my god. I'm a wreck. I'm an orphan wreck. Ik ben geen orphan. Nee, want anders zou ik nu niet bij mijn moeder zijn. Anyways, bye. Nog steeds in mijn kloffie. Nog steeds in mijn chair. Het is ineens gaan regenen. Het was net nog buiten en toen was het echt lekker. Ik zei nog tegen mijn moeder, oh, het is echt lekker buiten. En ik trek de deur achter me dicht. En ik stap de badkamer in. En in één keer hoor ik van het... Want ze heeft zo'n tinachtige regenpijp ding. En ja... Ineens is het gaan regenen. En het gaat steeds harder regenen, hoor ik. Ik zie de hele tijd mijn eigen hoofd zo. Maar goed. Oh, ik had van dat vitamine C spul op mijn gezicht gespreid en dat likte ik er nu af. En waarom keek ik naar mijn hand? Alsof ik echt wat in mijn hand heb. Anyways, ik ben al bij de 6e aflevering van Orphan Black. Yep. Ik heb letterlijk 6 afleveringen zitten binge-watchen. Het is een hele lange tijd geleden kan ik je vertellen dat ik heb gebingewatched een serie. Wanneer heb ik voor het laatst een serie gebingewatched? Ik bedoel, de most heb ik iZombie op het eind gekeken. 3 afleveringen. Dat is echt lang geleden. En te bedenken dat ik ongeveer 1,5 jaar geleden alleen maar de hele dag serie keek. Ja, ik kan heel slecht nu bingewatchen. Want ik denk de hele tijd, moet ik niet wat doen? Moet ik niet wat pakken? Moet ik niet... iets nuttigs gaan doen met mijn tijd. Maar goed, dat komt morgen wel. Wat heb ik te vertellen? Ik heb echt niks meegemaakt vandaag. Helemaal niks. Behalve in Serieland. En daar ga ik nu ook nog eventjes mee verder. Want het is al best wel laat. Misschien dat ik het boven in bed ga kijken. Er zit een beestje op mijn laptop. Waarom zit hij er aangeplakt? Hij doet nu helemaal niks meer. Dan voel ik me echt een moordenaar. Everything seems to die around me. Ik ga nu even beslissen of ik naar bed ga of niet. Jullie horen me zo meteen. Ik ben mijn nachtelijke routine hier aan het voortzetten. Ik kijk Dr. Sanderly in bed. Het is ondertussen al 3:05. Ik heb geen extra episode meer gekeken. Ik ben mijn tanden gaan poetsen en... toen heb ik even een klein stukje met mijn moeder iZombie meegekeken. Ze is nu als het goed is bij de laatste aflevering. Ik denk dat die nu al is afgelopen. Super spannend. Ik ben heel benieuwd wat ze ervan vindt. Ik ben dus echt super gaar. Ik lig echt heel weird bij haar. Wat ga ik morgen doen? Ik weet het nog niet helemaal. Maar ik weet wel dat ik eigenlijk even de deur uit wil. Als het oké weer blijft, dan ga ik sowieso even de deur uit. Het is echt heel jammer, want mijn moeder de fiets is lek. Maar echt kapot lek. Niet zeggen van... we kunnen het even in water doen of zo, maar de hele binnenband moet gewoon vervangen worden. Dus dat is wel echt heel erg kloot, want anders had ik het wel even voor de gemaakt. En dan kon ik gewoon even ergens heen fietsen. Even kijken ook of het morgen misschien pizzadag is in het dorp. Want, hey, niet pizza again. Ik ben hier maar 1 keer in de zoveel tijd. Echt heel erg weinig. Dus ja, dan wil ik wel kunnen genieten van mijn pizza ook. En nu ik een extra week ben gebleven, helemaal. Ik ga dan de vlog hier afsluiten. Want ik heb verder echt helemaal niks meer te vertellen. En dat had ik sowieso al vandaag niet. Dus ik doe gewoon maar wat. En ik hoop dat ik er wat bijzondere dingetjes nog uit kan halen. Ik ga sowieso deze week nog virtual reality doen met mijn moeder. Ik heb batterijen gehaald, dus dan kan ik het nu wel opnemen. En donderdag weer even boodschappen doen. Dat soort dingen. Dus we gaan nog wel wat dingetjes doen. Wat ik gisteren ook zei, die brokante dingetjes. Maar goed, voor nu ga ik lekker chillen. Ik word steeds moeier nu ik alleen al praat. Dus ik kijk waarschijnlijk alleen nog deze even af. En dan ga ik keihard slapen. Ik wens jullie dan ook een hele fijne avond. Een hele fijne nachtrust. En ik zie jullie heel graag morgen weer. Voor een mysterieus nieuw avontuur. Slaap lekker.